Kartingfans kunnen binnenkort de komst van de Ninebot Go-Kart Pro op de Europese markt verwachten. De Go-Kart Pro is een volledig vernieuwde versie van zijn voorganger. De grootte en snelheid kunnen namelijk individueel worden aangepast aan de behoeften van zowel volwassenen als kinderen. In de bijhorende apps zijn namelijk 4 verschillende veilige rijmodi voorgeprogrammeerd van veilige modus tot race modus. Met 40 km heeft het heel wat positieve prestaties, supersnelle acceleratie met driftcapaciteit erbovenop. Het presteert dan ook beter dan een traditionele 125cc go-kart, zegt Segway tenminste zelf. 1 acculading zou voldoende moeten zijn voor maximaal 25 km rijden. De exacte beschikbaarheid van de Go-Kart Pro werd nog niet gegeven, evenmiddel als de prijs. De Segway Go-Kart Pro kost in Amerika nu €2.300. Wie dacht hiermee binnenkort snel naar de winkel te rijden zoals Super Mario, is er wel aan voor de moeite. Je mag deze Go-Kart Pro niet gebruiken op de openbare weg.